Hier zie je het nummer helemaal niet meer. 2,5 jaar geleden is mijn vader ziek geworden. En toen zijn ze gaan kijken hoe het bos erbij lag. Met mijn nichtje erbij, die heeft hier ook een boom. En ja, ze zijn toen wel geschrokken hoe het bos erbij lag. Gokken heeft ook geen zin. Dat wil je niet. Toen er aan de bel werd getrokken bij de stichting Behoud Kollenberg, die verantwoordelijk is voor de 425 bomen in het herinneringsbos, werd gesteld dat het onderhoud door corona achterliep. Maar nu, ruim 2,5 jaar later, is het nog altijd niet veel beter. Ik kom er niet uit. Ik kom er gewoon niet uit. En ja, afgelopen november is mijn vader overleden. En het was zijn nadrukkelijke wens om de as uit te strooien bij de boom. Dat mag hier ook. Dat staat zwart op wit. En toen ben ik met mijn moeder gaan kijken en nou blijken dus ook de paaltjes en de nummers weggerot, omgevallen. De nummers zijn weggevaagd, dus we kunnen de boom gewoon niet vinden. Ik kan hem gewoon niet traceren, het is gewoon... Fabriek? Ik ken de boom, ik ving hem gewoon ja, echt niet. Ja, echt waar, in één slag. Kim klopte al meermaals aan bij de verantwoordelijke stichting, maar kreeg geen reactie. Het gevolg van interne wisselingen stelt voorzitter Wil Krekels. Hij belooft beterschap. En wij gaan kijken of we nou hardhouten paaltjes gaan zetten, waar we de nummers op boren. We moeten de nummers uitponsen. Ik kan nu aan de tekening zien, heb ik gesterkt van 99% vermoeden dat hem is. Kijk, als ik met zekerheid heb van dat of dat is je boom, dat is jullie eik en dat is nog steeds een eik en die is 8 jaar geleden geplant, dan weet ik het zeker en dan kunnen we een stukje weer verder afsluiten. Veel puzzelen dat we doen, dan kunnen we nu turken, dan komt 10 nummer op. Dus we zorgen dat, zo gauw als het weer dat toelaat, zorgen wij dat dat allemaal hersteld wordt.